De wind waait danig om het huis. Vandaag breng ik u een kort verhaal van Hugo Claus, want die ontbrak nog op het lijstje. Het verhaal heet Olga en ik en het gaat over een meisje dat kan vliegen. Het gebeurde drie dagen geleden op een van die klare en grijze morgens van de maand maart. De wegen die de Douw als een trouwe huishoudster gewassen had, glommen. De eerste mensen die naar de metro gingen, schraapten hun keel en spuwden op de grond. De lucht zocht een kleur voor elk gebouw, elke ruit, elke gevel. En in de stilte die in deze straten hangt, vlak voor het losbreken van het geroep en gehuil van de marktkramers, wandelde ik naar Montparnasse toen ik Olga ontmoette. Ze was waarschijnlijk niet naar huis geweest s'nachts, want ze zag er moe uit... En haar gezicht had die vreemde, bleke glans die ons in deze buurt altijd overvalt rond drie, vier uur in de morgen, samen met dit lam en moe gevoel in de spieren van oogleden en knievouwen. Ik vroeg haar hoe het met haar ging en met haar vriend Pepe, de schilder. Zij zei mij dat zij sedert verleden maand gescheiden waren, omdat hij een puritein was die geen enkele fantasie kon verdragen die alleen zijn lapje doek en zijn verf en zijn penselen kende. Nu, dan kan ik je het wel zeggen, Olga, zei ik. Jullie verhouding heb ik altijd met een kwaad oog aangezien. Nee, liefste Olga, ik heb nooit begrepen wat je aan die vent vond. Hij is aardig, ja, lief en teder misschien, maar eerlijk gezegd, hij deed mij altijd denken aan een Pekinese, dat zich aan een mooi fors Renoir-meisje vastklemde met al zijn klauwen. Zo was het niet, zei Olga, je weet er niets van. Laten we er dan over zwijgen, zei ik, en bewandelde in de richting van het station waar de eerste dagbladventer schreeuwde. Er was een jonge parachutist verongelukt en waar de ster van rode taxis bewoog. O, oh, wat ben ik moe, zei Olga, nu heb ik al de hele nacht gelopen. Dat maakt je mooie kuiten mooier, zei ik. Bah, zei zij, ik heb er genoeg van. En ze nam een kleine aanloop en vloog plots naast mij, zweefde horizontaal naast mij mee, ongeveer op de hoogte van mijn borst, terwijl zij haar armen in twee hoeken naast zich spreide en bewoog en paddelde met haar voeten. Hé, Olga, riep ik, waarom doe je dat? Ik ben te moe om te lopen, zei ze. We gingen verder, eh, ik ging verder, en zij vloog. En toen ik van mijn verwondering teruggekomen was, want geef toe dat het verwonderlijk was, als zij nu nog veranderd was in een adelaar of een kakatoe. En volgens haar karakter had ik een specht verwacht, vanwege haar manier om alles oneindig te herhalen en te zeuren als een verwend kind als zij haar zin niet kreeg, zodat zij het beste houtspleet, de liefde man, aan splinters hakte. Maar nee, het was Olga zelf, die in haar fluwelen jurkje met haar vlottende Bonaparte haren naast mij vloog. Toen zei ik: Schijn nu maar uit, Olga. Maar zij schudde haar ovale gezichtje. Ik was een beetje verlegen, want de mensen van Montparnasse, die gewoon zijn aan de gekste haardrachten, de schreeuwerigste truien, de vreemdste manieren van doen, die keken naar ons om en sommigen bleven staan. Ik zei: "Olga, lieve, scheid toch uit, anders laat ik je staan of hangen en ga ik aan een terrasje zitten. Je bent net als de rest zei Olga. Niets kunnen jullie mannen verdragen. Alles moet volgens de regels van het spel gebeuren. En als iemand eens een ander spelletje wil proberen, kankeren jullie als biechtvaders. Nu doet dat maar je zin, zei ik, en we schoven samen verder. Toen zei ze dat ze nog een ander spelletje kende. Oh nee, zei ik, het is al wel hetjes voor vandaag. Ik kan ook hoger vliegen, zei ze. Liefste Olga, is dat absoluut nodig? vroeg ik. Nee, nu niet. Dit zal wel nodig zijn in de Mensengrot, zei ik. Ze bleef onbeweeglijk hangen met haar krant onder de arm en haar ernstig, vroegrijp gezicht naar mij toegewend. Ik legde het haar uit. In de Ardenne is er een grot die men de Hondsgrot noemt, waar er gassen zijn die laag bij de grond hangen, zodat de mens net met zijn mond boven de dodelijke laag gas komt. Maar honden of kleine kinderen, dwergen of oude kromme mensen die in deze grot komen, gaan eraan. Nu veronderstel ik, Olga, dat er wel ergens op de wereld een mensengrot is, waar alleen giraffen, struisvogels en vliegende Olga's door kunnen. O, oh, wat een grappig mannetje ben jij, riep Olga vrolijk en kwam naderbij en wou mij zoenen. Ik zei dat wij dat veel beter op de begane grond konden doen. Toe, Olga, kom naast mij lopen, bad ik. Maar ze weigerde. Ik drong aan en nam haar bij de mouw vast, maar ze werd nijdig en riep: Jullie zijn allemaal gelijk. Jullie laag bij de grondse gedachten maken alle verhoudingen stuk. Wel wel, wat een romantisch vrouwtje ben jij, zei ik. Toen werd ze echt boos en we maakten heftig ruzie. Op het laatst, want zij bleef in een cirkeltje rond mijn verschrikt gezicht rondvliegen met zwaaiende armen, zei ik haar vaarwel. En liep met twee, drie lange passen bij Dupont binnen. Het leek mij toe alsof de kelner grinnikte, maar ik schreef het toe aan zijn ziekelijke natuur en schonk geen aandacht aan hem. Drie dagen later stond ik naar de begrafenis van de jonge parachutist die gevallen was te kijken. En in de massa mensen die met een hoed in de hand of met zwarte sluiers voor hun gezicht het ongeluk stonden te bespreken, ontdekte ik Olga. We drukten elkaar de hand en weldra spraken wij over de zeer banale dingen die een man en een vrouw die elkaar heimelijk liefhebben ineens kunnen interesseren. Maar geen van ons herinnerde, uit delicatesse, uit angst, uit eerbied voor de dode parachutist, aan het pijnlijke vliegincident te, Pomp te Montparnasse. In feite was het de onaardse stilte die tussen onze zinnen hing en waarvoor ik bang was. Die mij deed besluiten Olga nooit meer terug te zien, niet meer terug te gaan naar Montparnasse in de eerstvolgende weken. Nu ik dit schrijf, na de derde dag, nu ik meer afstand heb om dit gebeuren duidelijk onder ogen te nemen, lijkt het mij toe dat ik ongelijk heb. Daarom ga ik waarschijnlijk morgenochtend in de killer wordende morgenlucht met de eerste vogels naar Montparnasse wandelen. Of zou zij reeds in een vreemde Zuidersse streek beland zijn?